Langeweg. Dat was een klein dorpje. Wij waren toen met 14 thuis. En op een gegeven moment, ja, toen kwam het, als het dus, de zusters van Lucia, naar de paters gebeld om dienstmeisje. En zodoende ben ik daar terechtgekomen. Want ik was toch thuis en we hadden meisjes genoeg. Mijn vader die was gewoon arbeider. Gewoon, die werkte op Vlasfabriek op Zwartenberg daar. En in de campagne met suikerbieten, dan was ik op suikerfabriek in Zevenbergen. Ik ben lang weg naar school gegaan bij de paters en bij de zusters. De paters kwamen bij ons godsdienstles geven en de zusters gingen mij op school. Zusters van Vechel waren dat. Ook Franciscanessen. Als alleen voor het onderwijs waren die daar. Als jong meisje moesten wij al vroeg mee aan de slag thuis. Al heel vroeg zelfs, met 13, 14 jaar, hebben wij thuis aan mee aangepakt. Wij deden zelf thuis, hadden allemaal zelf thuis. Wij hadden genoeg te eten, want wij hadden thuis wel veel, ja, veel grond, zeg maar. Dat hadden wij echt wel, want ja, met z'n huis heb je wel wat nodig. Dus dat verzorgden wij ook aan mezelf. Aardappelen, praktisch voor de hele winter. Dus zoveel grond hadden wij dan wel. En groenten hadden we ook nog wel. Ja. Nou, wat eten betreft zijn wij niks tekort gekomen. Ja. Heel veel mensen hadden zelf een vakkenkje in de tuin. Ja, dat wij ook. Twee, soms. Ja. En wij hadden, mijn vader hield van konijnen. Die hield konijnen. En met wat kippen hadden wij. Zo'n klepje zo, voor het eigen gebruik. Heeft u het wel eens gezien, dat verreke geslacht? Ja, nou en of. Hoe was dat? Nou, wij vonden dat gezellig. Maar alleen als het uit de varkenskooi gehaald werd, dan moesten wij binnen blijven. Nee, niet naar buiten gaan, Maar, enfin. Maar ja, dat was toch wel interessant trouwens. En bloed mee opvangen, ja, dat moesten wij zelf thuis ook. En dat bloed? Dat... Bloed mee opvangen, voor de worst, voor bloedworst te maken. En ja, mezelf. Aan die andere worst, s'avonds worstjes draaien. Door de machine, door die worstmolen. Dat was best gezellig hoor. Ja, we hebben altijd. We waren met velen, maar het was hartstikke gezellig. Ik ben naar Breda, wij woonden toen op een lange weg. En de paters die hadden nog contact met de zusters, de paters kapucijnen. Dat was het seminarie ook, hè, op lange weg. En toen hadden de zusters gebeld. Precies gans weet ik niet hoor, maar toch wel in die zin, omdat ze wisten dat ze dienstmeisjes hadden, want ze hadden te weinig dienstpersoneel. Dus hij wist dat, ja, Paatje kwam regelmatig bij ons op huisbezoek en zo, en voor de communicant en al die toestanden. En toen was ik toevallig ook thuis, en toen zei mijn moeder, zei, kom jij eens even binnen, zei ze. Ze zegt, die Paatje vraagt om dienstmeisjes, zou jij dat willen? Ik zeg, ja, meteen. Dus ik ben die andere week, dezelfde week, andere week. Daarop ben ik al naar Lucia gegaan. En weet u nog in welk jaar dat geweest? Ik meen dat in de jaren 42 geweest, 40-42. Dus dat is tijdens de oorlog bent u naar Breda gekomen? Tijdens de oorlog. En toen was alles nog gewoon normaal. Het was gewoon een bejaardenhuis. En daarachter stond Sint Anna. Dat weet ik ook nog heel goed. En toen zijn wij, ik heb er 4,5 jaar gewerkt, bijna 5 jaar, als dienstmeisje. Maar toen was het daar een heel gewoon bejaardenhuis. We deden ook van alles, met meisjes onder elkaar. En ook was ook gezellig trouwens, maar met 15 dienstmeisjes. Dus alles door de zusters geleid en die zorgden nog voor alles ook. Maar ik ging maar eens in de twee maanden een weekend naar huis. Hè. Toen was dat, ja, in die tijd was dat heel normaal. Maar dan was ik een dag of 4 en was ik dan thuis. En dan ging ik weer terug met de bus. Van Zwartenberg tot Prinsenhagen. Over Etten-Leur. En waaruit bestond jullie werk? Wat moesten jullie doen? Gewoon huishoudelijk werk. Gewoon net de kamer schoonmaken. In de wasserij mee helpen, in de kapel mee helpen. Het was gewoon huishoudelijk werk wat wij daar deden. Wat voor mensen zaten daar? Waren het oude mensen? Bejaarde mensen. Maar waren er ook demente bejaarden bij? Die waren er ook bij, ja.
En klasse mensen die daar in pension zaten. Iets meer konden betalen, laat ik zo zeggen. Maar dan zag ik oude mensen, arme mensen die het echt niet meer aankonden. Of mensen van de straat, zo, die er opgenomen waren. Dat gebeurde ook. Mensen van de straat? Ja, die als ze zagen dat die geen onderdak hadden, daklozen, zal ik het maar noemen dan. Nou, die werden daar ook wel eens opgenomen, ja. De mannen en vrouwen, die sliepen gewoon in grote zalen, een stuk of 5, 6 bedden naast elkaar, tussen een gordijn ertussen. En die klasse mensen, die sliepen ook op zaal? Nee, die hadden een eigen kamer, boven. Die sliepen op een eigen kamer. De zusters van Sint-Anna achter het Lucina? De zusters van Sint-Anna, ja, die zorgen voor die voogdijkinderen daar allemaal. Hè. En daar gingen we ook heel dikwijls naartoe. Als iets te doen was daar van voortdragen of door die mensen, door die kinderen, dan werden wij uitgenodigd om te komen kijken. Wij speelden ook in de speeltuin daar, bij de zusters van de kinderen van Sint-Anna. Dat was ook wel heel leuk. Ze kwamen bij Lucia in de kapel. De kinderen van Sint-Anna. Dan kwamen mooi in uniformjes, kwamen ze er allemaal. Ja.